counterpounters. Ja, drie. Geen weg voor die counterpounter. Geef me nu die counterpounter. Stop voor mij die counterpounter. Oké, dit was met autotune. Ja, wat vinden jullie? Een dilemma. Zou ik de counterpounter-tune uitbrengen zonder autotune of met autotune? Net zoals mensen zoals Ronnie Flux. Bij de videoclip, maar we gaan kijken als hij zin heeft in een counterpounter. Mag ik u één counterpounter geven? Nee, eentje, kom op, voor uw werktijd neem het maar gewoon mee als u ja, het verhaal is op social media. Alsjeblieft, hè. Zijn meisjes, counterpounter. Dus op de clipshoot van de counterpounter. Wil je ook een counterpounter? Wil je een counterpounter? Of een hoodie? Wie wil een counterpounter? Dus op de clipshoot van de counterpounter. Niet twee, niet drie, maar drie counterpounters. Ik ben heel benieuwd. Snel, want het gaat al super hard. Voorraad is beperkt, bijna uitverkocht. Wees snel. En nu... Alleen op een Tuesday, hè? Alleen op een Tuesday. We moeten wel natuurlijk fit blijven. Swipe up. Hoodie staan nog... Counter! Eén smakelijk, man. Lekker, ja. Welkom bij de officieel counterpounter-lid. Volgens mij. Welkom, hè. Ga ik op mijn cv zetten. Maar je hoort het, man. Als je dat op je cv hebt, dan word je overal aangenomen. Eet smakelijk, jongens. En zo naar alle counterpound gangs. Hoodies, ze zijn helaas helemaal uitverkocht. Oh, no, no. Ik wil niet één, niet twee, niet drie, maar drie counterpounters! Niet één, niet... Eigenlijk een beetje met een dilemma. Degene die de laatste PlayStation 5 had... Yes. Let op. Oh jongens, ik weet niet of ik ready hiervoor ben. Jongens en meisjes, niet één PlayStation 5, niet twee PlayStation 5, niet drie PlayStation 5, maar drie PlayStation 5 en een future bril voor op je hoofd dat je gewoon echt kan gamen. Lisa Marie, wat moet je doen hiervoor? Oké, like en deel deze.